waka. Assalamu alaikum. Hallo. Hoi. Vooroordelen zijn een ziekte. Iets denken over een ander uit onwetendheid. Terecht of onterecht? Ni hao fa waka. Assalamu alaikum. Het ziet eruit alsof we een bruiloft gaan vieren, maar we gaan een groot vooroordelen-diner organiseren. Of dat is al georganiseerd, dat gaan we vanavond doen. En dat wil zeggen dat we studenten van allerlei achtergronden, gelovig, niet gelovig, islamitisch, christelijk, joods, gaan met elkaar in gesprek over vooroordelen. Nou, we hebben dit vooroordelen-diner georganiseerd voor het eerst vorig jaar. Dat was na afloop van de aanslagen in Parijs. En toen merkten we heel erg, nou ja, de tweestrijd, polarisatie in de samenleving. En wij dachten, als je mensen gewoon echt ontmoet, met elkaar aan tafel gaat zitten, dat dat de beste manier is om te kijken of die oordelen wel kloppen. Of misschien kun je ze wel aanpassen. Hallo allemaal. Hallo, mag jullie aandacht? Hallo allemaal, salam alaikum. Vrede zijn met jullie, zeggen wij in de moskee. Mijn naam is Nora Aslami, ik ben van New Connective. En vandaag zijn wij hier tezamen voor het grote vooroordelen-diner. Mark, deze editie van de vooroordelen-diner valt samen met de Ramadan. Hoe bijzonder is dat? Nou, volgens mij is dat heel bijzonder. We hebben het bewust in de Ramadan gedaan, omdat het zo'n bijzondere gebeurtenis, feest is, maand voor de moslims. En het was extra bijzonder om dat in een moskee te doen hier, omdat het dan echt een gezamenlijke activiteit is. En daarmee doen we ook recht, denk ik, aan de islamitische studenten die hier aan mee willen doen. Die kunnen dan hun geloof beleven en toch met ons dit evenement samen doen. Dus het is heel bijzonder en het is ook voor de niet-islamitische studenten een hele mooie kans om eens bij iemand in de keuken te kijken, letterlijk. Ja. Een vooroordeel gooit jezelf op slot in plaats van dat je open naar een situatie kijkt. Vooroordelen zijn voor mij onwetendheid. Vooroordelen is afstand tussen mensen. En het enige wat ik wist van moslims was wat ik op tv zag. En dat was natuurlijk niet best, toen al niet. Veel vooroordelen, veel gekke dingen. En als ik hoorde Allahu Akbar, dacht ik, waar is de bom? Echt waar, meen het echt, want nu gaat het verkeerd. En dat is heel triest. Hoe erg is de situatie eigenlijk wat betreft negatieve vooroordelen? Ja, nou, ik denk dat het wat betreft negatieve vooroordelen erg is nu in Nederland. En dat we vooral ook steeds meer merken hoe erg het is. Dankzij, denk ik, social media ook vooral. Omdat, dat is een hele anonieme manier om van alles over elkaar te zeggen. En ik denk dat het daardoor wel steeds erger is. Er worden de lelijkste dingen over elkaar gezegd op social media. En ook in de media, in de politiek. En wat ik eigenlijk misschien nog wel erger vind, is dat als ik bijvoorbeeld in de studentenwereld kijk, hè, op de VU bijvoorbeeld, daar zijn heel veel diverse groepen studenten. En die zitten wel met elkaar in college, maar elkaar echt ontmoeten, dat gebeurt heel weinig. Dus we leven vooral langs elkaar heen en dat vind ik eigenlijk misschien nog veel erger. En daarom proberen we ook met zo'n diner mensen bij elkaar aan tafel te zetten om elkaar echt te ontmoeten. Om elkaar in de ogen te kijken. May I ask you a question, oh brother? Let me be a helping hand, oh sister. Wat is er eigenlijk mis met vooroordelen? Eigenlijk is er niks mis met vooroordelen. Het is meer, dat is een soort van, ik zie het als een soort signaal die jouw lichaam afgeeft. Zo van, hey, watch out. Maar natuurlijk is de kunst ook om te zeggen van, oké, dankjewel voor alles informatie die ik van je krijg. Maar ik weet dat daar meer achter zit. Dus ik ga gewoon met een open blik de situatie in en proberen om juist die vooroordelen, zeg maar, weg te duwen. En in jezelf te geloven, puur op gevoel. Af te gaan, denk ik. Ja, je kan ook niet zonder. In die zin, we hebben ze allemaal. Dus laten we ook niet doen alsof we ze niet hebben. Dus hier gaan we ook gewoon eerlijk in gesprek over welke voordelen heb je dan? En waar komen ze vandaan? En ben je het er nog mee eens of niet? Dus je hebt ze nou eenmaal, dat moet je erkennen. Maar je moet ze wel onderzoeken of ze kloppen. Let me be a helping hand. Oh sister, yeah. Dankjewel.
deed mee aan X Factor. Dus dat was nogal een, zeg maar ja, Gordon voornamelijk. Hij vond het opmerkelijk. En ik snap ook wel waarom, want zoiets komt natuurlijk niet altijd voor. Maar ik geloof wel dat steeds meer, dat daar ook een shift in zit. Dus er zullen steeds meer moslima's zijn die dit soort dingen gaan doen. Een keer had ik een optreden in Rotterdam. En vervolgens na mijn optreden kwam mijn moeder naar me toe. Ze zei van ja, mijn dochter is best wel geïnteresseerd en kun je daar tips over geven? En ze was geïnteresseerd, zeg maar, als moeder zijnde. En dat vond ik wel mooi om te zien. Dat miste ik, zeg maar, wel bij mijn eigen moeder. Maar het is mooi om te zien dat de tijdgeest verandert, maar ook onze ouders die gaan mee. Ja, mijn moeder had heel veel vooroordelen over artiestenleven en ze moest gelijk denken aan drugs en aan drank. En ze was daar best wel bang voor, maar op een gegeven moment toen ze zag wat voor positiviteit het brengt en bracht, zeg maar, heeft ze toch wel een andere visie daarop. Vooroordeel is voor mij woede. Vooroordeel is voor mij angst. Niet kritisch nadenken. Heb jij uit solidariteit gevast vandaag? Goeie vraag. Ik heb vanmorgen dacht ik ga vandaag vasten. En dat heb ik tot 3 uur volgehouden. En toen heb ik toch stiekem even een boterham uit de tas getrokken. Maar daarna heb ik niks meer gegeten en dat hou ik vol tot 10 uur. Oké, okay, dat is meer dan de helft vast. Dat eigenlijk is toch de helft, ja. Ja. Dat gaat je lichaam goed doen. Denk ik ook, ja. If you want to make the world a better place, you should give more than you got, babe. A sweet word, a smile on your face. Een vooroordeel kan een eikpunt voor een ontmoeting zijn. Vooroordelen is treurig. Dat je iemand ziet en je denkt, goh, die is wel capabel. Een vooroordeel is onzin en dan on tussen haakjes, want soms heeft het ook zin. Hallo, hoi, straviola merhaba.